Nou, wij zijn er als Amstelveen, als gemeentebestuur, heel erg blij mee. Het is een belangrijke bond. Ja, en het is natuurlijk een fantastische voorziening als je dat hier kan hebben. Dus wij zijn daar, ja, wat ik zeg, blij mee. Het gemeentebestuur is dus enthousiast over de mogelijke komst van het tenniscentrum. Omdat de onderhandelingen nog gaande zijn, kon Sportpark De Kegel inhoudelijk nog weinig zeggen. Maar ook zij zijn enthousiast. Ons bedrijf is keihard aan het werk om het Nationaal Tenniscentrum naar Amstelveen te halen. We zijn daar super enthousiast over. En het zou natuurlijk geweldig zijn voor het sportpark, maar ook voor de stad Amstelveen. Positieve reacties dus. Voorwaarde is wel dat de gemeente Amstelveen zich 10 jaar lang voor 400.000 euro per jaar garant stelt voor de huurverplichting van de Koninklijke Nederlandse LAN Tennisbond. Daar ben ik, als wethouder van Financiën ben ik daar nooit zo enthousiast over, hè, want ik wil er eigenlijk nergens garant voor staan. Vandaar dat we er heel scherp naar gekeken hebben. En dat gaat erover of de tennisbond, zeg maar, haar huur kan betalen aan de firma Netjes, want die investeren heel veel geld. Nou, de tennisbond hebben bekeken, nou, die staan er echt financieel, staan ze vrij solide voor. Dus wij denken, met alle kennis die we nu hebben, ik heb er goed naar gekeken, wij denken dat het echt verantwoord is. Mocht het tenniscentrum er komen, dan zou er sprake van zijn dat het bowlingcentrum, dat ook op het terrein ligt, gesloopt moet worden. Inmiddels is gebleken dat dit genuanceerder ligt. Het bowlingcentrum zou waarschijnlijk verplaatst worden of anders, maar dat weet ik niet precies. Dus dat moet nog blijken uit de plannen en onderhandelingen? Ja, maar bowlen blijft wel gewoon in Amstelveen, want dat is natuurlijk wel een begrip. En dat doen heel veel Amstelveeners volgens mij heel erg graag. Amstelveen kan dus nog wel eens het middelpunt van de Nederlandse tennissport worden. In juni zal de gemeenteraad moeten beslissen over de vereiste financiële garantie door de gemeente. Verwachten we eigenlijk dat daar voldoende steun voor is? Nou, dat hoop ik wel. Ik denk dat we goede argumenten hebben waarom we dit willen. Maar goed, het is natuurlijk echt aan de gemeenteraad. En garantstelling is natuurlijk ook altijd een risico. Laten we ook er gewoon eerlijk over zijn. Wij denken dat het verantwoord is. Maar het is aan de raad. En dat is onze raad van commissarissen. Dus zij gaan erover.